Dan in de studio, Sodemieter Job, daar ben je weer. Een tijdje geleden, hè? Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jij zat de zomer ergens anders. En ja, ik ook trouwens. Ik zat bijna 5 weken, was ik even 6 weken even op vakantie geweest. Even tot rust komen. Maar je hebt ook hard gewerkt, volgens mij. Nou, hard gewerkt. Ik doe altijd alsof ik hard werk. Okay. Ik doe alsof altijd. Nee, normaal doe ik niks. Ik blijf een Griek, hè? Ja. Weet je wel. Dus, ik heb een beetje een liedje geschreven. Samen met een goede artiest. Ik heb hier een mooi vooruitzicht. 26 september komt mijn nieuwe cd-single uit. Dus... mijn nieuwe single komt uit. Ja. En jij krijgt de primeur dan. Hè? Ja, we gaan hem laten horen. Hè? Dat is leuk, ja. Nou, ja, daar zijn we blij mee. Ja. Ja. En je zal er zelf ook blij mee zijn dat hij... Ja, zeker. Ik heb daar hard aan gewerkt, ja. Ja. Dus, maar het komt eraan. Ja. En ik ben ook bezig met een andere artiest. Dat is PWG. Dat is een rasartiest. Die heeft mij... ik heb veel met hem opgetreden. Ook live optredens gedaan. Op de radio. En ik heb ook misschien 30, 40 keer met hem opgetreden. Ik heb veel van die man geleerd. En hij heeft een mooi nummer gemaakt. Een beetje een amazing nummertje. Ik heb er ook een beetje aan geschreven. Aan een couplet. En we willen hem graag ergens half oktober, begin november uitbrengen. Oké, volop plannen dus. Ja. En dat is ook Nederlandstalig? Nederlandstalig, ja. Ook Nederlandstalig. Ja. Ja. Het gaat over samen zijn. Aha. En het is een leuk amazing liedje. Dus ik had hem heel graag hier gehad. Konden we het even live spelen, maar... Misschien gaat dat er nog van komen. Oh, kan dat wel. Dat is te gek. Maar dan kom ik hier met de gitaar en met PWG. Is dat ook een Utrechts jochie? Dat is geen jochie, dat is een man. Dat is een prachtige jochie. Ja, maar dat is een Utrechtse ultieme Utrechtse woord. Piet van Kleef heet hij. Piet van Kleef. PWG is zijn artiestennaam. Maar het is een prachtige jochie. Een jochie van boven de... Hij is 55, 56 is hij of zo. Okay. Maar het is een geniale schrijver. En je bent een goede klik en inspiratie. Ja, we hebben veel samengewerkt. Houdt me altijd strak. Dus okay. Ik heb heel lang niet met hem gewerkt... omdat ik bezig ben met mijn eigen muziek en mijn eigen singles. En we komen met iets leuks aan. Een hele leuke meesternummer. Maar eerst mijn single, de 26e september. Ja. We kijken er naar uit. En je hebt ook nog tijd gehad om een gedicht te maken, hè? Ja, ik maak alleen maar gedichten in mijn hoofd altijd. Soms schrijf ik ze op. En ik heb een leuk gedichtje. Ik ga eens even de muziek starten. Yes. Ik vind jou leuk. Jij maakt me blij. Ik ben de bloem. Jij bent de bij. Ik vind jou leuk. Jouw zoete lach. Die ik koester elke dag. Ik kan niet zonder je. Ik bewonder je. Jij bent de taal. En ik het woord. Ik het fruit. Jij het soort. Precies zoals het hoort. Ik water. Jij glas. Regen en de zon. Je bent leven voor de bron. Jij bent de reden, de zin van mijn bestaan. Jij bent het water voor mijn kraan. De luxe auto en benzine. Jij de prijs, ik de vitrine.